Vlaanderen. Onze unieke natuur is het investeren waard. Om onze biodiversiteit te versterken, maar ook om buurtbewoners en bezoekers van heinde en verre te overtuigen om ervan te komen genieten. En onze ambitie is groot. We gaan op zoek naar opvolging voor het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. En daarvoor zoeken we kandidaten. We mikken op 4 nationale parken in Vlaanderen, met prachtige robuuste natuurgebieden van 10.000 hectare groot. En met een internationale uitstraling die ook de streekontwikkeling een duwtje in de rug geeft. Daarnaast zoeken we ook kandidaat landschapsparken. Gebieden waar natuur, erfgoed, landbouw, wonen en toerisme de handen in elkaar slaan. Samen maken we werk van meer Vlaamse parken. Voor onze natuur, voor onszelf en voor de generaties na ons. Goedemorgen Vlaanderen. Blij dat jullie zo massaal aanwezig zijn. We hebben vandaag meer dan 140 gasten. Mijn naam is Jules Adriaans van de Vlaamse Landmaatschappij. En ik ga vandaag jullie kort op weg zetten met het webinar. En daarna laat ik de inhoudelijke sprekers aan het woord waar jullie allemaal voor gekomen zijn. Tussenin kan mijn collega Bart de demo klaarzetten. Ja, Bart, je mag naar de volgende slide. Ik ga jullie dus kort even de afspraken meegeven. Vandaag volgen we een webinar rond de Vlaamse parken. Er komen een aantal collega's aan het woord. Enkele afspraken tijdens dit webinar. De vragen kan je gedurende het webinar stellen via de vraag-en-antwoord functie. Dat is dat ballonnetje met het vraagteken in. De vragen worden wat gebundeld en in de mate van het mogelijke na de toelichtingen beantwoord door enkele van de collega's. De vragen die niet beantwoord geraken en worden achteraf uiteraard ook nog gepubliceerd en gebundeld op onze websites. Ook de presentatie die je vandaag te zien krijgt komt op de websites, evenals het webinar. Daar komt ook een opname van beschikbaar voor jullie. Even kort het programma van vandaag. Zo dadelijk laat ik iemand van het kabinet van onze minister Demir aan het woord. Daarna gaan we even kijken wat het beleidskader is van de Vlaamse parken en hoe die oproepen gaan verlopen. Er is een korte pauze voorzien tussenin, waarna we verder gaan met de voorstelling van wie er in het Vlaamse Parkenbureau zetelt. En hoe jullie verder eventueel kunnen begeleid worden. Achteraf is er dan nog ruimte voor enkele vragen te beantwoorden. En wij willen zeker voor de middag nog afronden. Ik stel voor dat we direct van start gaan. En daarbij laat ik graag Jelle van den Bergen aan het woord van het kabinet van minister van Omgeving en Toerisme. En Toerisme en Justitie. En energie en nog een aantal zaken, ja, inderdaad. Dank u wel, Jules. Fijn dat ik jullie even te woord mag staan. Ook heel fijn dat er zoveel mensen aanwezig zijn. De minister zelf is vandaag verhinderd, zoals elke vrijdag voormiddag, omdat het de Vlaamse regering is. Maar ik mag jullie in haar naam welkom heten op deze webinar. Wat betreft een oproep die we zeer recent hebben gelanceerd rond de Nationale Parken Vlaanderen en de Landschapsparken. Wij zijn zeer blij, kan ik zeggen, en de minister is zeer blij, dat er een ongelooflijk grote respons is, die voornamelijk, zal ik zeggen, zeer positief is, waarbij we zien dat er een enorm enthousiasme is van allerlei lokale gebiedscoalities die er al staan, of gebiedscoalities in wording, om mee te dingen naar een titel die internationale uitstraling genereert, naar een titel die ook extra bescherming met zich meebrengt. Zeker en vast, hè, omdat er via zo'n gebiedscoalitie kan gewerkt worden in de richting van een gezamenlijk draagvlak rond zo'n nationaal park of rond zo'n landschapspark. En om iedereen een beetje wegwijs te wijzen in alles wat er zal gaan komen, nu en in de zeer nabije toekomst, denk ik dat deze webinar zeer welkom is. Ik wil daarbij ook meteen oproepen, want we hebben al een hele mooie lijst gekregen van onder andere de mensen van het regionaal landschap,
van waar er kandidaturen zullen gaan opduiken. Dat we dus zeer blij zijn dat er zoveel zijn. Maar uiteraard zullen we ook wel meegeven dat de plaatjes beperkt zijn. Dat weten we, dat is wat het is. De financiële draagkracht, zeker in deze tijden, is niet gigantisch. Maar we zijn er wel van overtuigd dat zelfs diegenen die dan uiteindelijk na overwegingen of na onderhandelingen rond de gebiedscoalitie niet over de lat zullen geraken, dat daar wel de kiem gelegd is voor een goede samenwerking in de richting van meer natuur, betere landschapszorg, hogere kwaliteit en een lokale trots rond dat landschap en rond die natuurkwaliteit die dan in dat gebied aanwezig is. Dus alleen al daarom denken wij dat het een fantastische oefening zal zijn, ook voor degenen die dan uiteindelijk niet over de lat zullen geraken. Maar uiteraard hopen we dat we er zoveel mogelijk mogen ontvangen en dat er zoveel mogelijk fantastische gebiedscoalities zullen ontspruiten uit deze projectoproep die we afgelopen week, 2 weken geleden, gelanceerd hebben in het tot nu toe enige officieuze, weliswaar, Nationale Park van Vlaanderen. En dat was het Nationale Park. Dus ik dank jullie wel en in naam van onze minister wens ik jullie een zeer fijne en boeiende voormiddag. Goedemorgen allemaal. Ook ik wens jullie van harte welkom heten. Ik ben Els Hofkes van de Vlaamse Landmaatschappij en ik neem jullie samen met collega's die ook nog aan bod komen verder mee in het programma van vandaag. Ik ga met jullie nu zo dadelijk in op het beleidskader van de Vlaamse parken, de beleidscontext, terminologie en uitgangspunten, hoe dat de procedure zal verlopen over het hele traject en ook over de governance en de financiering voor de nationale parken en de landschapsparken anderzijds. Volgende slide. Wat is de beleidscontext waarin we met deze parken werken? In het regeerakkoord van deze periode, dus vanaf 2019 tot 2024, staat heel uitdrukkelijk de oprichting van nationale parken en landschapsparken opgenomen. Waar wil men eigenlijk hiermee op inspelen? Daaruit blijkt dat er een duidelijke nood is aan een kwaliteitsvol Vlaams parkenbeleid. We zien de voorbije jaren het ontstaan van verschillende soorten gebiedsbenamingen, gebiedsstatuten op een informele manier of zelf uitgeroepen. Op zich is dat teken van zeer trots zijn op de omgeving en daar een bepaald kwaliteitskenmerk aan geven, maar tegelijkertijd zit daar weinig lijn en is dat niet duidelijk voor wat dat juist staat. En daar wil men dus eigenlijk iets meer lijn in krijgen. En tegelijkertijd wil men daarmee ook internationaal gekende merken geloofwaardig en kwaliteitsvol gaan invullen. Daarnaast willen we met de Vlaamse parken eigenlijk ingaan op een nood aan focus in een gebiedsgerichte werking door lokale coalities gericht te gaan stimuleren. We zijn ervan overtuigd dat gebiedserkenningen een focus geven in het beleid en dat er op die manier ook een beleidsdomein overschrijdende werking kan ontstaan, kan vormgeven en ook eigenlijk die gebieden kan versterken. We zijn dus op zoek naar synergieën en naar efficiëntiewinsten, samenwerkingswinsten door de lokale coalities te gaan stimuleren om samen te werken in die gebieden met kwaliteit. Tegelijkertijd kunnen de Vlaamse parken ook een antwoord bieden op een aantal zeer grote uitdagingen waarmee we eigenlijk toch wel, waar we een antwoord op zoeken, waar we een antwoord op moeten zoeken in deze tijden. Daar zijn er verschillende en ik noem er enkele op. Er is onder meer de biodiversiteitscrisis, waarbij dat we zeker van overtuigd zijn dat de nationale parken in het systeem van wat eigenlijk bedoeld is of voor ogen is gesteld met de Biodiversiteitsconventie van Rio, dat die daar een rol in kunnen spelen. Tegelijkertijd kunnen de Vlaamse parken ook een antwoord mee bieden op de klimaatcrisis, zowel naar adaptatiemaatregelen als naar mitigatiemaatregelen.
En we denken ook dat deze parken eigenlijk een duidelijke rol kunnen spelen in alles wat we bedoelen voor ogen hebben met de Blue Deal, verdrogingsmaatregelen nemen, zodat ook die uitdagingen een antwoord kunnen krijgen. En dan zien we toch ook wel dat er een toegenomen vraag is naar toerisme in natuur. En zeker in deze periode waar we in zitten, dat er zeker ook vraag is naar binnenlands toerisme in natuur of zelfs heel dicht in de buurt, waar we toch ook met de parken open een antwoord op te bieden. Maar het is belangrijk om de juiste terminologie te gebruiken. En er is wel wat verwarring geweest, ook in de verschillende beleidsdocumenten. Is het niet altijd even duidelijk wat met wat bedoeld wordt? Vandaar dat we dat toch even hierbij duidelijk willen geven. We willen daar op die manier toch ook duidelijk communiceren wat er bedoeld wordt met de verschillende termen. Er is vooral rond het begrip Vlaamse parken en nationale park was er misschien wel wat verwarring. We hopen dat hiermee duidelijk te maken. We spreken enerzijds van een label dat we Nationaal Park Vlaanderen noemen. En dat eigenlijk naar analogie met wat bedoeld is in internationale termen rond Nationaal Park, dat we dat daarmee voor ogen hebben. Daarnaast hebben we ook het begrip landschapsparken, dat daar als een apart label naast staat, die in elk zijn eigen invulling krijgen, waar we straks op dieper op ingaan. We weten ook dat daarnaast ook nog een aantal UNESCO-gebiedserkenningen bestaan, zoals de geoparken en de biosfeergebieden. Die kunnen ook een invulling krijgen in Vlaanderen en daar zijn sommige gebieden ook al in de verkennende fase. En dan is er de afspraak dat we het begrip Vlaams park of Vlaamse parken gaan gebruiken voor al die verschillende termen die er zijn, die verschillende gebiedserkenningen. Dus Nationaal Park samen met landschapsparken, samen met die UNESCO-gebiedserkenningen, dat noemen we samen de Vlaamse parken. Op het moment dat in het regeerakkoord de opdracht stond dat we gaan naar de oprichting van Nationaal Park en landschapsparken, hebben we er een aantal uitgangspunten mee gekregen. Heel duidelijk dat beide parklabels dat die gelijkwaardig zijn, dat het een dus niet iets de mindere of het kleine broertje is. Nee, ze zijn gelijkwaardig en als zodanig hebben ze dan ook de voorbereidende trajecten zijn parallel verlopen en ook de oproep gebeurt eigenlijk parallel en de lancering is gezamenlijk gebeurd. Daarnaast ook is er een gelijklopende procedure met gezamenlijke workshops die dus voor beide parken gelijk zullen lopen, maar waar er differentiatie is, zullen we die ook voorzien. Er is een gelijkaardige opbouw van het beleidskader naar criteria toe, zowel voor selectie als voor beoordeling. En ook de verschillende gebruikte termen hebben zo maximaal mogelijk afgestemd, zodat daar ook geen bijkomende verwarring zou kunnen ontstaan. Maar het zijn wel twee aparte labels. Er is ook bij de uitgangspunten ervoor gekozen dat men zoekt naar een beperkt aantal parken. Waarbij we dus, doordat we zoeken naar een beperkt aantal, en die aantallen zijn ook al meermaals vernoemd, zijn de 4 nationale parken en 3 landschapsparken, is het heel duidelijk, omdat er ook heel wat gegadigden zijn, dat we heel duidelijk zullen focussen op de kwaliteit en ook op de ambitie die lokaal zal gelegd worden. De Vlaamse ambitie is hoog, maar we verwachten ook dat lokaal de ambities daarvoor hoog zullen zijn om zo op die manier invulling te geven aan de doelstelling. U hebt al gehoord, ik spreek over een label. Dus het is een label als Nationaal Park Vlaanderen of als landschapspark. En dit wordt ook, willen we ook vooruitschrijven als zijnde een kans die we willen geven aan de gebieden. En waarbij dat we inzetten op overtuigen. Overtuigen van mensen en organisaties om mee te werken aan die doelstellingen, aan die ambities die er zijn. En het is niet dat via de labels restricties of verplichtingen bijkomend worden opgelegd, maar dat eigenlijk vanuit de doelstellingen die men voor elk park voorop stelt, de ambities die men heeft, dat men mensen en organisaties gaat overtuigen om daaraan mee te werken en daarin mee te stappen.
Dit is een schema over hoe dat het de hele procedure zal doorlopen. We starten met 19 april 2021, dus vorige week maandag, waar zo net Jelle al naar verwees. Op dat moment is door minister De Meer en de minister Diependalen zijn de oproepen gelanceerd. Dat is dus de start van de eerste fase. Die loopt tot in september, 15 september van dit jaar, waar dus de deadline is voor de indiening van de kandidaturen. En dan starten we met de jurering. De jurering gebeurt op basis van selectiecriteria en we voorzien ook dat kandidaturen die beoordeeld worden eerste keer door de jury's. Tegelijkertijd kan het zijn dat er op dat moment wordt vastgesteld sommige kandidaturen zijn al helemaal in orde. Daar kunnen we eigenlijk die al volledig op oordelen. Voor sommige behoeft misschien nog wel wat kleine aanvulling of wat aanpassingen. Dan is er ook een tweede kans. Daar komen we straks nog op terug. Maar dus de jury zal uiteindelijk een traject doorlopen waarbij dat de jury uiteindelijk een rangschikking maakt en een shortlist opmaakt. Die shortlist zal de minister bepalen welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase. En dan start dus de planfase, dat is fase 3. Die zal 12 maanden lopen en waarbij dat dus eigenlijk de finaliteit is dat er een masterplan, een operationeel plan komt, maar waar tegelijkertijd ook een begeleidingstraject loopt voor zowel de landschapsparken als de nationale parken. Ze zijn op maat. Tegelijkertijd lopen ze parallel. Sommige zaken zullen ook gezamenlijk lopen. Daar komen we straks ook nog op terug. En dan eindigt eigenlijk deze fase van 12 maanden in de indiening van masterplan en operationele plannen. En die worden opnieuw gejureerd. Aan de hand van beoordelingscriteria, heel die beoordeling, daar neemt even wat tijd in beslag, maar op een aantal maanden zal dat er al zijn. En dan kunnen we dan eigenlijk de eindoordeel van de jury voorleggen aan de minister om uiteindelijk te beslissen wie dat de labels van Nationaal Park Vlaanderen of van Landschapspark toegekend kunnen krijgen. En op dat moment kan de uitvoering daarvan starten. En dan zetten we op het einde van 2023 richting 2024. Maar zeker in 2024 zijn alle parken gestart. Nog even het onderscheid uitleggen tussen de selectiefase en de beoordelingsfase. De selectiefase is dus op het moment dat de eerste kandidaturen zijn ingediend, dan gaan we de conceptnotas beoordelen aan de hand van selectiecriteria. En we beoordelen dan op dat moment de situatie als is zoals de gebieden zich aandienen en waar we vooral voortgaan op de beschrijving van het gebied, zijnde de omvang, de samenhang, wat de kwaliteiten zijn die er aanwezig zijn en de unieke belevingswaarde. Daarbij is een beperkte interpretatie nodig. Het is vooral ook het gebied zoals het is dat we daarvoor kunnen beoordelen. Zit daar voldoende potentie in om dus het een of het andere parklabel te bekomen? Belangrijk daarbij is dat op dat moment wel, wat is het engagement van de lokale coalitie? De beoordelingscriteria, die behanteren we in de beoordelingsfase. En met de beoordelingscriteria gaan we de masterplannen en operationele plannen beoordelen. En daarin moeten de ambities gevat zijn van de lokale coalities. En die worden beoordeeld met dus die beoordelingscriteria. Waarbij op dat moment ook de engagement echt op inhoudelijk en financieel vlak van de lokale coalitie en zijn partners duidelijk zal moeten zijn. Hoe zijn we georganiseerd op het Vlaamse niveau? Dat is via een Vlaams Parkenbureau. Dat is dus het bestuur, de governance op het Vlaamse niveau, het coördinatieorgaan daarvoor. Dat hebben we eigenlijk opgestart met als bedoeling dat er een korte lijn is tussen de parkenenergiet en het Vlaamse beleid en alle entiteiten die daarbij betrokken zijn en ondertussen die verschillende Vlaams overheidsadministraties onderling ook goed af te stemmen. Dat zijn hier de 5 opgesomde organisaties die daarbij betrokken zijn. Het Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij, Toerisme Vlaanderen, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement Omgeving, die straks ook ieder zich zullen voorstellen.
Wat is dan de governance die we beschouwen op parkniveau? We noemen dat het projectbureau. Het projectbureau bestaat uit een bestuur. Daarin zitten alle stakeholders die dus de gebiedscoalitie uitmaken. Daarnaast heb je het projectbureau, of het geheel vormt projectbureau, in een drietal taken hebben. Het coördineren van het geheel, het opnemen van de regierol in de gebiedscoalitie. Daarnaast het actief betrekken en dus het maximaal valoriseren van de beschikbare kennis en expertise die bij de partners zit in de gebiedscoalitie. En daarnaast zal het projectbureau ook de samenwerking in de projectcoalitie faciliteren, initiëren, dus eigenlijk het geheel trekken. Zo'n bestuur met alle verschillende stakeholders heeft daarvoor toch wel een operationeel team nodig die dat dus organiseert voor het projectbureau. Wij voorzien daarbij dat dat projectbureau bestaat uit een vast equipe bestaande uit 3 voltijdsequivalenten en dat er daarnaast ook een variabel equipe eigenlijk bij bekomen kan zijn. Afhankelijk van de ambities die vooropgesteld worden, waarbij we denken aan maximaal nog 3 extra voltijdsequivalenten voor de nationale parken en maximaal 1 voltijdsequivalent voor de landschapsparken. Voor de nationale parken hebben we ook voorzien dat er een ter beschikkingstelling kan komen vanuit de administraties, vanuit het gegeven dat daar wellicht meer ook eigendommen van de Vlaamse overheid binnen het park zullen zijn. Maar je zal zich ook afvragen van ja, u zegt wel van wat u voor ogen hebt, hoe dat gezien wordt, maar hoe zal dat ook gefinancierd worden? De financiering voorzien we dat wat er nodig is om zo'n projectbureau op te starten, dat voor 80% gefinancierd wordt vanuit de Vlaamse overheid, maar er wordt wel een minimale inspanning verwacht vanuit de lokale coalitie van 20%. Dus dat de lokale coalitie gezamenlijk voor 20% instaat van die kosten. Ik geef die hier even bij voor wat dus dus eigenlijk voorzien wordt als bijdrage vanuit de lokale coalitie. Inzake personeelskosten, zowel voor het vaste gedeelte als voor het variabele gedeelte. En daarnaast voorzien we ook nog een gedeelte voor de jaarlijkse provisie voor investeringen. Zeg maar wat wij zouden ook kunnen noemen een hefboombudget om investeringen sluitend te maken. En als je dat allemaal samen optelt, dan komt dat voor de Nationale Parken Vlaanderen maximaal op een bijdrage. Dus als je binnen die minimale bijdrage van 20% komt dat op €125.000 per jaar, gezamenlijke bijdrage, lokale coalitie. En voor de landschapsparken voor €122.250 per jaar. In het geval dat zowel het vaste gedeelte als het variabele gedeelte van het equipe en de jaarlijkse provisie daarbij geteld wordt. Waar het variabele eigenlijk afhankelijk is van de ambitie van de coalitie. Komt straks ook nog wel verder aan bod. En dan geef ik nu het woord aan Dries voor de volgende deel. Dank u, Els. Goedemorgen, dames en heren. Mijn naam is Dries de Slover. Ik ben projectleider bij het Agentschap voor Natuur en Bos voor de Nationale Parken Vlaanderen. Ik ga, nadat Els jullie het beleidskader heeft toegelicht, even in op de open oproep voor de landschapsparken en de nationale parken in de selectiefase. In eerste instantie wil ik even de definitie, doelstellingen en criteria aanhalen. En vervolgens zijn er een aantal slides die betrekking hebben op de timing, de samenstelling van de kandidatuur en de jurering. Wat zijn nu precies die Nationale Parken Vlaanderen? Wel, een Nationaal Park Vlaanderen, 1 slide terug graag. Dank u, Bart. Nationaal Park Vlaanderen is een erkend geografisch afgebakend gebied van voldoende grote omvang met een uitzonderlijke natuurwaarde en een internationale uitstraling. Het beheer van het park is gericht op het bereiken van een duurzame bescherming en ontwikkeling van
zowel landschapsecologische processen en de ecosystemen, soorten en habitats die daarbij horen. De idee is dat het unieke milieu, natuurlijke milieu, landschap en erfgoed tal van mogelijkheden biedt voor toeristische en recreatieve ontwikkeling en promotie, echter steeds binnen de draagkracht die het gebied, de omgeving en de natuur daartoe bieden. Volgende slide graag. Wat zijn nu de doelstellingen van die nationale parken? Naar analogie met de guidelines die de internationale IUCN, dus de International Union for Conservation of Nature, heeft uitgewerkt, de categorisering die zij ook heeft uitgewerkt, zijn er doelstellingen ontwikkeld voor de nationale parken en de landschapsparken. En we hebben daarbij het onderscheid gemaakt tussen primaire doelstellingen enerzijds, die jullie hier in het groen zien in deze woordenwolk, en secundaire doelstellingen die in het blauw staan aangegeven. Wat betreft die categorisering IUCN hebben we ervoor geopteerd om de nationale parken in te schalen in een mengvorm van categorie 2, dat is nationaal park, dat heet ook zo, dus categorie 2 genaamd nationaal park, en categorie 5, namelijk de protected landscapes, of ja, zou je kunnen vertalen als een ja, beschermd landschap, geen landschapspark, want dan wordt het misschien wat te verwarrend. Nu, wat zijn nu precies die doelstellingen? De primaire doelstelling is in hoofdzaak het beschermen en versterken van de biodiversiteit, de ecologische structuren van het gebied, maar evengoed van de culturele waarde van het park, met inbegrip van erfgoedwaarde en landschappelijke kwaliteiten. Maar daarnaast, zoals net gezegd, is het ook de bedoeling om toerisme en recreatie in en rond het park te promoten en via principes van co-creatie een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling, economische en sociale ontwikkeling van de omgeving, weliswaar steeds binnen die vooropgestelde draagkracht. Dat zijn de primaire doelstellingen. Wat zijn dan de secundaire? Die hebben te maken met het voorzien van ecosysteemdiensten, natuurlijke producten, denk bijvoorbeeld aan streekproducten, maar ook kennisopbouw voor divers wetenschappelijk onderzoek. De parken zijn bij uitstek een gebied waar heel wat potentieel ligt voor wetenschappelijk onderzoek. Participatie en beheer en het verhogen van de betrokkenheid van bewoners en ondernemers is ook als doelstelling gesteld. En tot slot het ondersteunen van beheerders van het park, maar evengoed van de lokale gebiedscoalitie. Ja, volgende slide. Kom ik dan nu tot de selectiecriteria van de nationale parken. Er zijn 4 subcriteria gedefinieerd en u zal zien dadelijk dat voor de landschapspark dat heel analoog is opgebouwd. Ik doorloop even de criteria samen met jullie, te starten met het eerste criterium, subcriterium omvang en samenhang. In tweede instantie wordt er gekeken naar de natuurkwaliteit. Vervolgens het derde criterium wordt gelinkt aan de unieke belevingswaarde. En het vierde criterium is, of heeft te maken met de gebiedscoalitie waar Els het net al over had. De stakeholders of de set van stakeholders die samen hun schouders willen zetten onder de realisatie van het nationale park. Als die 4 criteria zijn voldaan en we kunnen die afvinken, dan kan een stakeholder of kan een kandidaat park doorgaan naar of terechtkomen op een shortlist die dan toegang geeft tot dat begeleidingstraject waar Els in de procedure naar verwees. Dus dat is eigenlijk de eerste stap van de procedure. Volgende graag, Bart. Ja. Ik ga even in op de zones van een nationaal park. Dus in tegenstelling tot de landschapsparken zijn er voor een nationaal park een aantal zones gedefinieerd. Te beginnen met de natuurkern. De natuurkern, zou je kunnen zeggen, is het hart van het nationaal park en kan bestaan uit een aantal deelgebieden. Deelgebieden die samen 5000 hectare, Bart, je mag volgende klikken, dank u. Die samen 5000 hectare vormen. De natuurkern is gedefinieerd als een groene of groen-gele gewestplanbestemming, gebieden die nu al een feitelijke bescherming genieten, en de Natura 2000 gebieden.
Jullie zien dat daar één gebied van 3100 hectare staat weergegeven. De criteria voorschrijven dat minimum één deelkern of deelgebied beter een omvang dient te hebben van 3000 hectare. Vervolgens komen we tot de zone voor natuurontwikkeling. De zone voor natuurontwikkeling is een zone die, het woord zegt het zelf, die ontwikkeld wordt in de loop van of de duurtijd van het masterplan waar net sprake over was en dat straks ook nog even aan bod komt. De bedoeling, het is namelijk zo dat in de uitvoering van het masterplan, een looptijd van 20 jaar, de instapdrempel van 5000 hectare doorgroeit naar 10.000 hectare en dat die uitbreiding plaatsvindt in die zone voor natuurontwikkeling. Dan hebben we nog de zone voor omgevend landschap, dat een multifunctionele zone is waar heel wat functies naast elkaar kunnen voorkomen. Belangrijkste functie van die zone is zorgen dat het geheel aan elkaar hangt, dat er een verbinding of verbindingen mogelijk zijn, zowel landschapsecologisch, maar ook recreatief. Er is een perimeter ook, dus de grenzen van het Nationaal Park zijn aangegeven door een scherpe contour die bepaalt waar het park begint en waar het eindigt. De onthaalzones die zijn gesitueerd in de zone voor omgevend landschap, dus buiten de natuurkern. Ja, en dan zijn er nog twee elementen die ik graag even aanhaal. De enclave. Een enclave kan een gebied zijn dat gelegen is in een natuurkern, maar eigenlijk nog geen natuurbestemming heeft in de feiten of juridisch, op basis van gewestplanbestemming, en die in de loop van het masterplan een zone eigen of een natuurlijke invulling kan krijgen. Daarnaast zijn er nog barrières, theoretisch denkbaar. Zeker in ons Vlaanderen met zijn dichte wegennet is dat niet zo hypothetisch. Barrières zijn gedefinieerd als lijnvormige elementen die de perimeter doorkruisen en die op een of andere manier, voor zover zij een ecologische barrière vormen, dienen te worden geremedieerd. Zowel enclaves als barrières hebben een bepaalde oppervlakte. Het is die oppervlakte als die in die natuurkern ligt of het aandeel dat daar mee in overlay ligt, wordt in mindering gebracht van de oppervlaktedoelstelling die is geformuleerd voor die natuurkern. Dus in mindering van die 5000 dan wel 10.000 hectare. Ja, Bart? Dank u. Ik ga nog even in op de selectiecriteria meer in detail, voor zover ik ze nog niet heb aangehaald. Dus de zonering heb ik net besproken. Belangrijk om aan te halen is misschien dat ook gewestgrens of grensoverschrijdende projecten mogelijk zijn. En dat we daar werken met gehalveerde doelstellingen, zeg maar. Een gewestgrensoverschrijdend project kan een gezamenlijke natuurkern of dient een gezamenlijke natuurkern in te brengen bij instap van 5000 hectare en de doelstelling op vlak van uitbreiding is gehalveerd, betekent dat de Vlaamse aandeel van die natuurkern op een termijn van 20 jaar, dus de looptijd van het masterplan, dient uit te groeien tot een kern van 5000 hectare. Ja, volgende graag. Het criterium 2 heeft dan betrekking op die natuurkwaliteit. Wat bedoelen we daar nu precies mee? Wel, met natuurkwaliteit bedoelen we de actuele natuurwaarde. Die wordt weergegeven door de biologische waarderingskaarten. Dus dat gaan we hier als referentielaag gebruiken. En we willen dat de helft van de natuurkern, of meer minimum de helft van de natuurkern, biologisch waardevol of beter scoort. Een ander element bij die natuurkwaliteit heeft te maken met het gepaste beheer. Het is zo dat voor de natuurkern bij aanvang vooropgesteld wordt dat de helft een natuurbeheerplan type 4 heeft. Dat is misschien wat technisch, maar dat komt neer op een reservaatstatuut. Of een intentie tot, dus dat is belangrijk dat ook dat mogelijk is. Daar is ook een schabloon voor uitgewerkt. En dat na een periode van 20 jaar ook daar een groeitraject wordt voorzien, zodanig dat na die periode van 20 jaar 75% van die natuurkern gevat is door een natuurbeheerplan type 4.
Die 75% is ook in lijn met hetgeen wat die IUCN-criteria voorschrijven. Ja, het derde criterium dan gaat over de unique selling proposition. Een beetje een dure term om te zeggen dat elk nationaal park of elk Vlaams park bij uitbreiding, want het komt terug ook bij de landschapsparken, een bepaald DNA of smoel dient te hebben. Zowel op vlak van natuurwaarden, denk aan de representativiteit van het gebied voor een bepaalde ecoregio, maar ook evengoed op het vlak van landschapswaarden en erfgoedwaarden. Het idee is namelijk dat de set van nationale parken samen de staalkaart gaan vormen van het beste wat de Vlaamse natuur te bieden heeft. En op vlak van landschapsparken kunnen we eigenlijk de analogie trekken. De set van landschapsparken vormt idealiter de staalkaart van onze mooiste en meest waardevolle landschappen. En dat brengt mij, dit bruggetje brengt mij naadloos bij de landschapsparken. Wat zijn nu precies die landschapsparken? Ook hier is een definitie voor uitgewerkt en u zal merken dat dat analoog is. Ik val in herhaling, sorry daarvoor. Een landschapspark is een geografisch afgebakend gebied van voldoende grote omvang waar de wisselwerking tussen mens en natuur heeft geleid tot een specifiek landschap met een bepaalde onderscheidende kwaliteit en belangrijke waarden en internationale uitstraling. Het is de gebiedscoalitie die de ambitieuze lange termijn doelen realiseert vanuit een integrale visie of een geïntegreerde visie beter en met heel veel aandacht voor samenwerking en dialoog met bewoners en gebruikers. Volgende graag. De doelstellingen dan. Zoals net gezegd, ook hier weer het onderscheid tussen de primaire doelstellingen in de woordenwolk aangegeven in het groen en de secundaire. Wat betreft de IUCN-categorisering is het de bedoeling om de landschapsparken in te schalen op een categorie 5, en dus die protected landscapes. Wat zijn nu de primaire doelen? Wel, de primaire doelen zijn in eerste instantie het realiseren van een integrale gebiedsvisie die ruimte geeft aan recreatie, natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme. Dus u merkt het, een multifunctioneel gebruik en functionaliteit is daar aan de orde. Daarnaast het versterken en herstellen van de landschappelijke kwaliteit en identiteit en het prioritair realiseren van beleidsdoelen, zowel Europese beleidsdoelen als Vlaamse beleidsdoelen. Het aanbieden van een unieke beleving van het landschap en de streek aan bezoekers, maar ook aan de inwoners van het gebied en het op gang brengen van een dynamische coöperatieve samenwerking. Op vlak van secundaire doelstelling, dat zijn eigenlijk afgeleide, vooral sectorale aspecten waarbij ingezet wordt om die sectorale doelstellingen die zowel Vlaams maar ook Europees zijn bepaald, dus zeker zijn beslist beleid, maar daarnaast toch aan te stippen dat de bedoeling is om in te zetten op vernieuwende oplossingen. De landschapsparken zouden bij uitstek een experimenteerruimte moeten zijn of moeten bieden voor allerhande nieuwe instrumenten en bestaande instrumenten. Volgende graag. De selectiecriteria dan voor de landschapsparken. Opnieuw 4 subcriteria, te beginnen met de omvang en samenhang. Ja. Daarnaast hebben we de landschapskwaliteit, dus in plaats van natuurkwaliteit, landschapskwaliteit met verschillende aspecten daarbij. Het erfgoed, open ruimte, de multifunctionaliteit en natuur. Ik kom daar straks nog even dieper op terug. Ook de unieke belevingswaarde is van belang en de gebiedscoalitie, zoals net ook al aangegeven, analoog met de nationale parken. Ook hier weer kunnen we die afwinken als selectiecriterium dan kan de kandidaat in aanmerking komen voor een volgende stap in het traject, namelijk de stap van de begeleidingsfase. Ja, volgende. De selectiecriteria dan zelf. Hè, dus wat is de grootte, de omvang van zo'n gebied? De schaal is gelijkaardig. We spreken van gebieden van minstens 10.000 hectare groot. Dat is toch niet niks. Begrensd via of op basis van natuurlijke grenzen. Hè. Duidelijk niet administratieve grenzen. Hè. Dus we gaan voor natuurlijke, logische begrenzingen op basis
van de zaken die het landschap en de omgeving aandragen. Ook hier zijn gewestgrensoverschrijdende projecten mogelijk, waarbij er gesteld is dat de helft, of minstens de helft, van het landschapspark in Vlaanderen dient te liggen. Op vlak van landschapskwaliteit, hoe wordt dat ingevuld? Het eerste element stelt dat het aandeel landschappelijk erfgoed minimaal 35% dient te bedragen. Wat betreft de open ruimte wordt er een onderlat gedefinieerd van 70%. Dat betekent dat er toch wat bebouwde omgeving kan opgenomen worden, maar dat is toch beperkt. Er wordt een hoge mate van verwevenheid gevraagd tussen landbouw en natuur. En wat betreft de natuur zelf dan, die gedefinieerd is analoog met de nationale parken op basis van de bestaande beschermingen, en dus betekent gewestplan of gelijkwaardig groen of groen-gele bestemming en of een speciale beschermingszone in kader van Natura 2000, minstens 15%. Voor elk van die elementen zijn een aantal referentielagen aangegeven. Die vindt u terug in de brochure, dus u kan eigenlijk daar zien welke data wij gebruiken om die percentages te gaan aan aftoetsen. Tot slot het sterke eigen verhaal, ook hier terug die unique selling proposition, gebaseerd op de intrinsieke kwaliteit van het gebied. Moet zodanig zijn, en opnieuw dat DNA moet zodanig zijn, dat bezoekers van binnen en buitenland verleid worden als het ware om naar het gebied te komen. De volgende. Kom ik tot de timing en de samenstelling van de kandidatuur. Het idee is dat een kandidaat een nationaal park of landschapspark een aanvraagformulier indient. En u ziet hier aan de rechterkant het schabloon voor de nationale parken, maar er is een gelijkaardig schabloon voor de landschapsparken uitgewerkt. En dat die aanvraag, of dat aanvraagformulier begeleid wordt met twee zaken. Een conceptnota in eerste instantie, die een nota is die in het kort een beperkte nota van maximum een 15 à 20 pagina's de kern weergeeft van het voorstel, aangevuld met een aantal bijlagen. Bartje mag nog eens klikken en nog eens. Ja, met een aantal bijlagen voor zowel de nationale parken als de landschapsparken. Daar staat een tabelletje die de bijlagen aangeeft. Ze zijn grotendeels dezelfde. Het is misschien nu iets te, of het vraagt misschien nu iets te veel tijd om daar in detail helemaal te overlopen. Maar jullie vinden die informatie terug op de website en de linken die dadelijk nog getoond worden in de presentatie. Ja. Deadline indiening staat ook hier weergegeven, kom ik dadelijk nog eventjes op terug. Wat betreft de jury, we hebben twee aparte statuten met voor elk van die statuten een aparte jury. De jury die zal bestaan uit leden van de administraties die betrokken zijn, zeg maar de administraties die betrokken zijn in dat Vlaamse Parkenbureau, maar daarnaast uit experten van de academische wereld, Vlaamse experten, maar ook een aantal buitenlandse experten. Dus we hebben er expliciet voor gekozen om ook buitenlandse expertise in te brengen en daar toch, omdat het toch gaat over zaken met een internationale uitstraling, om daar ook even een buitenlandse drill bij te halen. De timing dan, tot slot, de deadline zoals vermeld is voor indiening van kandidaturen, conceptnota en et cetera, is 15 september. Er is dan een eerste jurering voorzien in de week van 18 oktober. Zoals Elsie had aangegeven, zijn dan drie theoretische mogelijkheden. Ofwel voldoet een conceptnota en kom je direct op de shortlist terecht. Kandidaten waar nog aanpassingen nodig zijn of een herwerking gevraagd wordt of een heroriëntatie richting een of ander statuut wenselijk lijkt, die krijgen een herkansing, zeg maar een tweede zit, en die kunnen een tweede maal bij de jury
op bezoek gekomen op 6 december. Eind december, begin januari, daar zitten we in 2023, is er dan een beslissing van de minister welke kandidaten door kunnen naar het begeleidingstraject. Zo, ik denk dat we hiermee op het einde zijn gekomen van dat eerste luik. Ja, Jules, terug over naar jou. Oké, bedankt Dries en Els daarvoor voor jullie uitleg. Ik zie dat er ondertussen ook heel wat vragen binnenkomen, die gaan wij op het einde beantwoorden. We gaan nu eerst een pauze inlassen van een tiental minuten. Dat betekent dat wij om 10:25 terug van start gaan. Tot binnen 10 minuutjes.
Goeiedag opnieuw. Hopelijk zitten jullie allemaal terug achter jullie schermen met een lekkere tas koffie of thee erbij. We gaan verder met dit webinar. Wat staat er nu op de agenda? We stellen eerst het Vlaamse Parkenbureau voor. De verschillende collega's gaan die verschillende entiteiten of departementen voorstellen. En we gaan van start met Els Brouwers. Els, het woord is aan jou. Ja, goedemorgen allemaal. Mijn naam is dus Els Brouwers. Ik ben themaverantwoordelijke natuur bij Toerisme Vlaanderen. Ik ga jullie heel kort door onze insteek loodsen. Een aantal jaren geleden zijn wij begonnen met werken rond reizen naar morgen. En dat is eigenlijk een beetje een denkkader of een aantal principes voor het toerisme zoals we het zien voor de toekomst. En dan kwam er natuurlijk een nieuwe beleidsnota toerisme. En die twee samen hebben wij dan vertaald in een nieuwe visie en strategie. Die hebben we dan Flora et Labora genoemd. En ik heb een link in de presentatie gezet. Dus als die achteraf gedeeld kan worden, dan kunnen jullie daar alle informatie terugvinden. Nu, wat houdt dat precies in? Dat wij de positieve kracht van toerisme willen versterken, zodat Vlaanderen kan bloeien als een innovatieve, inspirerende en kwalitatieve reisbestemming. Maar wat vooral belangrijk is, is dat dat zeker niet met alleen meerwaarde voor de bezoekers is, maar ook ten bate van de plek en zijn plekhouders, bewoners en ondernemers. Nu, in het beleid zijn er 6 thema's naar voren geschoven als prioritair om rond te werken vanuit toerisme. En Vlaanderen natuurlijk is daar 1 van. Dat is een nieuw thema, dus hoewel ik al een hele tijd bij Toerisme Vlaanderen werk, heb ik wel een nieuwe functie als themaverantwoordelijke. En dan binnen het thema Vlaanderen natuurlijk hebben wij 3 verhaallijnen afgebakend, waarvan de nationale parken en landschapsparken er 1 zijn. Dus dat is een instrument om Vlaanderen, of een instrument of een insteek om Vlaanderen internationaal op de kaart te zetten als een aantrekkelijke natuurbestemming in de komende jaren. Nu, hoe gaan we dan vanuit Toerisme Vlaanderen aan de slag binnen dit traject? We zijn ingestapt in de trajecten die ANB en de VLM daarvoor hebben opgezet. Maar wij kijken natuurlijk wel met de toeristische bril, of daar zit ook onze coaching in het begeleidingstraject. En dat is onze insteek voor de jurering natuurlijk. We willen mee zien waar het potentieel zit van de parken naar de buitenwereld toe, wat de unieke aantrekkingspunten zijn, hoe we de identiteit ervan kunnen versterken. En we kijken zowel op het niveau van 1 park als het geheel, op welke doelgroepen dat we daarmee kunnen aanspreken, hoe het zit met de ontsluiting qua onthaal, routes enzovoort. En ik ga het nog 1 keer herhalen, maar dat zal altijd zijn met het oog op het creëren van meerwaarde en niet alleen voor die bezoeker, maar ook voor de andere groepen dus. En zeker zoals vandaag ook al een aantal keren gezegd is, met het oog op balans en respect voor de draagkracht. Dat was het voor Toerisme Vlaanderen. Dan denk ik dat we over mogen gaan naar ANB. Goedemorgen, ik ben Veerle Campus van Natuur en Bos. Vanuit Natuur en Bos merkten we dat er op terrein nood was aan meer gebiedgerichte en geïntegreerde samenwerking. Dus meer op maat van elk gebied en meer beleidsthema's overschrijdend, zoals Els ook al aangaf. En zo blijkt ook uit de verschillende coalities die er spontaan al ontstaan zijn op terrein. En het parkenbeleid is voor ons de exponent van die bestaande gebiedsgerichte samenwerking. Het is dus een bottom-up werking die we nu top-down kunnen ondersteunen en versterken via het nieuwe parkenbeleid. En wat is ons doel met die Vlaamse parken? Nationale parken en landschapsparken zijn het vehikel om de belangrijkste natuurgebieden en landschappen te beschermen en verder te versterken. En dit netwerk van Vlaamse parken moet de staalkaart worden van de voornaamste natuur en landschappen in Vlaanderen. De belangrijkste inhoudelijke accenten voor ons die zijn meer natuur onder gepast beheer brengen, dus onder natuurbeheerplan type 4, dat is natuurreservaat, en bosuitbreiding realiseren. En verder willen we ook inzetten op het behalen van de Natura 2000-doelen, zowel voor habitat als voor soorten. En willen we de systeemkwaliteit van de natuur structureel verbeteren. Dit is belangrijk bij de klimaatverandering, om de natuur te kunnen laten aanpassen aan klimaatverandering. En we willen ook daarbij externe milieueffecten reduceren, zoals stikstofdepositie en waterbeschikbaarheid. Een ander belangrijk accent
is een nauwere samenwerking tussen landbouw en natuur. En we willen ook inzetten op het natuur inclusief maken van tuinen, wijken en bedrijventerreinen. En last but not least, maar dat komt net niet meer op de slide, willen we met de parken inzetten op het versterken van de ecosysteemdiensten. Dus de diensten die de natuur levert aan de maatschappij. Zoals watervoorziening, luchtzuivering, ontspanning en gezondheid, koolstofopslag, beheersen van overstromingen en zo verder. Dank u wel. Goedemorgen. Ik hoor een echo, Christophe van de Voort, departement Omgeving. De erkenning en ondersteuning van de verschillende parktypes is voor het departement Omgeving ook een manier of een instrument om een aantal beleidsdoelstellingen mee gerealiseerd te krijgen in die specifieke gebieden. In onze beleidsnota's is ook opgenomen dat we geïntegreerde gebiedsontwikkeling met die gebiedscoalities zien als een manier om die doelstellingen op vlak van ruimte en milieu te gaan realiseren. Het heeft dan vooral te maken met doelstellingen omtrent het creëren van een robuuste open ruimte, waar een aantal opdrachten zitten rond het vastleggen van bijkomende natuur- en bosgebieden, om te komen tot een functioneel netwerk van natuurgebieden en verweringsgebieden in Vlaanderen. Daar zetten wij verschillende instrumenten voor in, die we dus ook binnen die parken gaan kunnen inzetten. Doelstellingen met betrekking tot het fysieke systeem, de ecosysteemdiensten die een stuk sturend gaan moeten zijn voor de ruimteontwikkelingen binnen die multifunctionele open ruimte. En ook het landschap zien we als een belangrijk kader om die omgevingsuitdagingen sectoroverschrijdend en gebiedsgericht en geïntegreerd te gaan aanpakken. Binnen het ruimtelijk beleid zijn er uiteraard ook een aantal andere doelstellingen. Een beleidsplan Ruimte Vlaanderen, voor strategische visie, althans, die geeft aan dat we een bouwshift willen realiseren. Dat betekent dat we ook binnen die belangrijke open ruimtegebieden willen dat er ingezet zal worden op het neutraliseren, dus het weg of het herbestemmen van een aantal niet ontwikkelde of niet te ontwikkelen harde bestemmingen. Denk maar aan overstromingsgevoelige gebieden en zo verder. Of gebieden met belangrijke actuele natuurwaarden die op het gewestplan een andere bestemming hebben die niet meer actueel is. En vanuit bodem- en waterbeleid willen we een aantal transities in die parken meehelpen ondersteunen. Transities dan naar meer klimaatbestendige en op fysiek systeem afgestemde hulpbronefficiënte landbouw. En de laatste is dan de VLM aan het woord. Goedemorgen iedereen. Ik zou jullie graag willen meenemen dat de een viertal belangrijke opdrachten die er voor de VLM op het bordje liggen. Vanuit onze visie en missie bij de VLM samenwerken wij aan open ruimte. Is voor ons landschapsparken een relevant thema. Vanuit het vrijwaren en ontwikkelen van ruimtelijk samenhangende open ruimtestructuren. Het voornaamste actiegebied voor de Vlaamse landmaatschappij is vooral het randstedelijk gebied en het platteland. Dus daar gaat ook veel spelen als het gaat over landschapsparken. Verder ook het Europees en Vlaams plattelandsbeleid, de Blue Deal, als belangrijke, belangrijke beleidsdoelstelling met kader op ruimte. Een tweede element is ruimte voor multifunctioneel landgebruik. Het gaat over het harmonieus samengaan van landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme vanuit een geïntegreerde visie. En dat is ook zoals we dat in de beleidsnota van de minister terug kunnen vinden. Naast beleid is voor de VLM vooral ook de projectwerking. En dan hebben we het over projecten rond landinrichting, ruilverkabeling, natuurinrichtingsprojecten. En wij zien daar een belangrijke rol bij het versterken en het herstel van de landschappelijke identiteit en kwaliteit. Ook als we kijken naar doelstelling omtrent de opmaak van een geïntegreerde landschapsvisie en ook het gezamenlijk landschapsbeheer. Waarbij ook de laatste een belangrijke doelstelling is rond plattelandsbeleid. Tot slot beschikt WLM over een uitgebreid instrumentenkoffer, de instrumentenkoffer landinrichting. En we zetten deze in functie van klimaatdoelen, de realisatie van groen-blauwe
in functionele ecologische netwerken. We denken aan klimaatbestendige landschappen en recent werd ook in het kader van het Open Ruimteplatform onder mijn nieuwe oproep rond waterlandschappen gelanceerd. Onder dat laatste luikje valt ook de financiering en de landschapsparken kunnen we ook bekijken als een mogelijke experimentierruimte om te kijken naar nieuwe verdienmodellen, dienstenvergoeding, het kansen voor het valoriseren van ecosysteemdiensten en ook landschapsfondsen zijn een ander voorbeeld. Zover vanuit de WLM. Goedemiddag, ik ben Jan Bastiaans van het agentschap Onroerend Erfgoed. Ik wil met een paar open deuren beginnen, maar het kan toch geen kwaad om ze even aan te halen. Al onze landschappen, ook de meest natuurlijke, zijn ontstaan uit een wisselwerking tussen mens en natuur. Dat wil dus ook zeggen dat er overal relicten en verhalen liggen. Van onbeduidend tot groots en majestueus. We krijgen ook wel eens het verwijt nostalgici te zijn, maar eigenlijk is niets minder waar. Als wij aan erfgoed willen werken, dan doen wij dat omdat wij ervan overtuigd zijn dat dat een rijker heden en een nog veel rijkere toekomst zal opleveren. En onze opdracht aan jullie is dus eigenlijk heel simpel. Waardeer erfgoed op door behoud, herstel en ontwikkeling. En werk ook rond ontsluiting en beleving. En als ik zeg erfgoed, dan heb ik het uiteraard niet alleen over landschap. Het woord landschap is vandaag al heel vaak gevallen. Maar dat gaat uiteraard ook over bouwkundig erfgoed en archeologie. Ga ook daarmee aan de slag. Van cruciaal belang voor ons is de landschapsbiografie. Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Ik zeg voor ons, maar het is eigenlijk voor alle sectoren die hier aanwezig zijn. Want de landschapsbiografie is de basis van het masterplan. De landschapsbiografie is een geïntegreerde wetenschappelijke en synthetiserende oefening die de kenmerken en de geschiedenis van een gebied boven water moet krijgen. Het gaat dus voorbij de clichés, voorbij de voorgevormde ideeën. En zo moet je daar ook mee aan de slag gaan. Kijk met een frisse blik via die landschapsbiografie naar je gebied. Specifiek voor erfgoed is dan de website geoonroerenderfgoed.be een goed vertrekpunt, maar het is ook maar een vertrekpunt. Er is heel veel informatie te vinden, maar het is maar een vertrekpunt. En je staat er niet alleen voor. Betrek erfgoed, gemeenten, IOED's, regionaal landschappen, erfgoedcellen, heemkringen, particulieren. Daar is overal veel kennis rond erfgoed aanwezig. Geïntegreerde werking is uiteraard een must in het kader van de parken, dat is evident, maar ook in onze sectorale instrumenten hebben wij wel een aantal dingen die daar al op gericht zijn, op dat geïntegreerde werken. Bekijk of dat je ook daar iets mee kan doen. En tenslotte gaat het wel om de dingen op het terrein, de objecten op het terrein, de omgang daarmee. En ik kan alleen maar zeggen dat die dingen beheren, dat is vooral bewust zijn dat ze er zijn. Bewust zijn wat ze betekenen en dan ook bewust kiezen wat je ermee doet, gaande van er niks mee doen en ze laten vervallen, tot ze een plaats geven in wisselwerking met de rest van het beheer of ze zelfs heel sturend laten zijn in het beheer en ontwikkeling. En het erfgoed kiezen om op een bepaalde plek bepaalde acties te ondernemen op basis van het erfgoed. Dank u wel. Dankjewel collega's om ook eigenlijk de bijdrage vanuit de Vlaamse overheid breed toch al te schetsen. Dit zijn de organisaties of de entiteiten binnen de Vlaamse overheid die bijdragen aan het Vlaams Parkenbureau. Maar uiteraard houden wij ook nog gesprekken met andere entiteiten. Maar daar kan ik zeker tijdens de vragenronde nog op terugkomen. Ik ga jullie meepakken naar het volgende deel waar we jullie in wegwijs willen maken. Toch nog wel wat duiding willen geven. Zijn de planfase en de begeleiding. Dus Dries heeft jullie meegenomen is hoe dat er eigenlijk een kandidatuur moet ingediend worden en wat wij, welke criteria wij daarbij gaan hanteren om die te selecteren.
Als er geselecteerd is, wat is dan de volgende stap? Dus dat komt nu aan bod. Ik ga dieper ingaan met jullie zo dadelijk op het masterplan. En wat is een operationeel plan? Welke subsidie is daar aangekoppeld? Wat betekent nu eigenlijk dat begeleidingstraject? Wat gaan we daarin doen? Hoe is dat juist bedoeld? Voor wie is dat bedoeld? En ook, hoe gaan we dan straks tot de beoordeling overgaan van de opgemaakte plannen? Ik ga nog even met jullie dieper in op wat nu eigenlijk een masterplan en een operationeel plan is. Kort samengevat is het masterplan de visie voor 20 jaar die de gebiedscoalitie voor zijn gebied opmaakt, voor zijn park opmaakt. We gaan ervan uit dat het een wervend document is dat bestaat uit een coherent en aantrekkelijk verhaal met een goede onderbouwing van actueel aanwezige waarden, beschrijving van het aanwezige potentieel en een duidelijke visie en ambitie om dat te bestendigen en te versterken en uit te bouwen. Dus vanuit het masterplan verwachten wij dat de gebiedscoalitie duidelijk zijn ambitie laat blijken waar ze naartoe willen werken. Het operationeel plan zet ik dan een concrete vertaling van dat masterplan voor 5 jaar. En bij de indiening in 2023 van de kandidaten verwachten wij dat zij voor de eerste 5 jaar dan ook al een operationeel plan indienen, dat dus al de eerste stappen naar de uitvoering van het masterplan indienen. Concreet wil dat zeggen dat we in zo'n operationeel plan eigenlijk smart geformuleerde doelstellingen willen voor de eerste 5 jaar. Een gedetailleerd actieplan met aanduiding van de verantwoordelijke partners, tijdpaden en mijlpalen, als ook een financieel plan. We gaan ervan uit, of we stellen voorop, dat het voortgang in het masterplan, in de evolutie van een park, dat we dat 5 jaarlijks monitoren aan de hand van een evaluatierapport. En dat de toekenning van de variabele schijf aan personeelsmiddelen, dat we die gaan koppelen aan het operationeel plan en de evaluatiemomenten. Dus het kan zijn dat bij het eerste operationeel plan dat beoordelen van kijk, hier zitten heel wat zaken al in waar we heel ver in willen gaan en daar de Vlaamse overheid is daarmee akkoord en kan zeggen, oké, daar zetten wij tegenover dat een gedeelte van of helemaal het variabel equipe ook hiervoor geactiveerd kan worden en financieel ondersteund kan worden. Of op dit moment zijn jullie nog niet ver genoeg, moet nog wel wat voorbereid worden, we zetten dat niet in. En dat na 5 jaar beoordeeld wordt dat ofwel er al voldoende evolutie is en dat een bepaalde traject al volledigd is en dat we dat variabele gedeelte minder ondersteunen. Ofwel dat we net zeggen, nu zetten jullie stappen vooruit, nu gaan we dat wel ondersteunen. Dus het is bij de beoordeling telkens van het operationeel plan, dat eigenlijk beoordeeld wordt op hoe dat het variabel gedeelte van het equipe ingezet gaat worden. Als we dan kijken van nu, nog even terug naar de fase daarvoor. Dus je bent geselecteerd als coalitie voor de planfase. Je mag de volgende slide wel laten zien hoor. En je moet dus een masterplan en een operationeel plan gaan opmaken. De kandidaten die dus geselecteerd zijn om in die planfase te stappen, krijgen een eenmalige subsidie, een eenmalig forfait van 100.000 euro per coalitie. Dit wordt toegekend aan de coördinerend partner. En die kan daar eigenlijk voor de coalitie eigenlijk inzet doen van die middelen. Er kan gekozen worden om die middelen die we ter beschikking stellen, om daarmee een personeelslid aan te werven of een personeelslid dat al bij een van de partners zit, die daar de specifieke taak voor krijgt, om die zijn loon- en werkingskosten daarmee te betalen. Maar de coalitie kan ook kiezen van wij willen eigenlijk in onze opstartfase, we gaan dat niet met eigen capaciteit doen. We willen eigenlijk daar een extern bureau voor dat ons gaat begeleiden om ons masterplan en ons operationeel plan op te bouwen. Dat kan ook. Dus op het moment dat er beslist wordt, we gaan een uitbesteding doen van deze opdrachten, dan kunnen zij dit ook betalen met deze eenmalige subsidie. Zij kunnen die uitbesteding doen op eigen initiatieven volgens hun eigen
eigen aanpak. Wij overwegen ook om een raamcontract eigenlijk ter beschikking te stellen, waaruit dan geput kan worden, waardoor dat er sneller kan geschakeld worden. In ieder geval, wat je wel moet weten, volg daarbij de wet op de overheidsopdrachten, zodat we ook wat dat betreft dat wettelijk ook juist kunnen eigenlijk, beoordelen en ook die subsidie daarvoor kunnen toekennen. Wat dan wat betreft het begeleidingstraject? Dus de kandidaten die geselecteerd zijn om toegelaten worden tot de planfase, krijgen een subsidie, zoals ik u net vertelde, maar gaan ook in het begeleidingstraject. Dat loopt gedurende 12 maanden en de huidige planning zegt we starten daarmee vanaf maart 2022. Sorry, er staat een foutje. Dan gaan we dus eigenlijk de coalities die daarin zitten, die gaan we begeleiden. Inhoudelijk ondersteunen bij de opmaak van het masterplan en het operationeel plan. De deelname daarvan is gekoppeld aan de subsidie. Dat wil zeggen dat we ervan uitgaan dat iedereen die in die planfase zit, die geselecteerd is, dat die ook deelneemt aan het begeleidingstraject. Er zullen collectief georganiseerde verdiepende workshops zijn en daar wordt ook eigenlijk nog bijkomend informatie aangereikt die nuttig is voor de opbouw van het masterplan en het operationeel plan. Er kunnen vragen gesteld worden, we kunnen intervisiemomenten organiseren, we kunnen toelichtende momenten organiseren. We zullen ook, en je zal dat zien, in het aanvraagformulier peilen wij ook naar wat de noden zijn van de coalities om de noden die we dan in kaart brengen, die zullen we ook gebruiken om het begeleidingstraject nog concreet vorm te geven. De finaliteit van dat begeleidingstraject is om tot goede masterplannen en operationele plannen te komen die ingediend zullen moeten worden op het einde van maart 2023. Er kunnen daar vragen gesteld worden over een latere fase, maar we zullen ons prioritair focussen op wat er nodig is bij de coalities om tot goede masterplannen en die eerste operationele plannen te komen. Dan ga ik even in op wat de beoordelingscriteria zijn. Ook hier is een onderscheid tussen de beoordelingscriteria voor de nationaal parken en voor de landschapsparken zijn het andere. Dit zijn dus de criteria die we gaan hanteren bij de beoordeling van de masterplannen en de operationele plannen. Dus op het moment dat ze ingediend zijn vanaf maart 2023. Kandidatuur voor een Nationaal Park Vlaanderen wordt op het masterplan en operationeel plan beoordeeld op de beleidsbijdrage die het doet wat betreft ruimte en omgeving, natuur en klimaat, toerisme en recreatie en erfgoed. Maar ook zal bekeken worden hoe de governance, even terug, dankjewel Bart, maar ook zal beoordeeld worden hoe de governance van het park georganiseerd is. Ook daar hechten we heel wat belangrijk. Hoe is de coalitie en het projectbureau georganiseerd? Hoe gaat het principes van betrokkenheid en participatie hanteren? Hoe gaat het werken? Daar hechten we ook veel belang aan. En dan bij de landschapsparken, de beoordelingscriteria daarbij. Daar zullen we een aantal algemene criteria bij hanteren. Wat is de onderbouwing? Wat is de visie waarop eigenlijk de integrale visie waarop eigenlijk dan de doelstellingen worden gezet? Hoe is het onderbouwd vanuit de analyse? Vanuit wat is er eigenlijk ook weten over het gebied? En hoe bouwt men daarop verder? Wat men wil gaan ontwikkelen? Waar men zijn sterktes op gaat zetten? We kijken naar de coherentie van het verhaal dat gebracht wordt. We kijken ook hoe strategisch is het opgebouwd en welke vernieuwende elementen worden ook naar voren gebracht. Inhoudelijk wordt het in zijn globaliteit beoordeeld van wat er naar voren wordt gebracht als een visie en ambities, wat men wil gaan bereiken, hoe dat deze bijdragen aan de primaire en secundaire doelstellingen die we hebben rond landschapsparken en die daar straks toegelicht zijn door Dries.
En ook de landschapsparken zullen we beoordelen in wat zij presenteren, van hoe dat ze zich gaan organiseren, hoe hun bestuur gaat zijn, hoe hun governance is. Ook daar de belangrijke aspecten rond betrokkenheid, participatie en hoe dat er eigenlijk een volwassen organisatie eigenlijk op poten wordt gezet. En dit is wat we jullie willen brengen rond wat we op dit moment willen meegeven als kader voor jullie kandidaturen. En ik heb gezien dat er al heel wat vragen zijn en dan geef ik weer het woord aan Jules. Ja, bedankt Els. Er zijn inderdaad heel wat vragen binnengekomen. We gaan die in de mate van het mogelijke nu nog beantwoorden. Maar geen nood, vragen die niet aan bod kunnen komen, tijdsgewijs dan... zullen uiteraard nog worden opgenomen in het vraag- en antwoordformulier dat achteraf ter beschikking zal worden gesteld, ook op de website. We gaan meteen van start. Ik ga de vragen even opnemen en dan vraag ik aan de presentatoren van in te pikken waar mogelijk. Een eerste vraag is binnengekomen over hoe deze oproep zich verhoudt ten opzichte van de reeds bestaande coalities in Vlaanderen. Er zijn al een aantal zelfbenoemde landschapsparken. Collega's? Ja, ik wil daar wel op antwoorden. Er zijn inderdaad een aantal gebieden die zich nu al benoemen als landschapspark. Maar dat heb ik ook in het begin bij de beleidscontext meegegeven. Dat zijn een aantal zelfgekozen benamingen voor het gebied. Daar is op zich niks mis mee, maar er is op dit moment de keuze dat we eigenlijk gaan naar de formele toekenning van het label landschapspark. Dus al die gebieden die zich op een of andere manier zich al benoemen als landschapspark of als rivierpark of als grenspark en dergelijke, die eigenlijk de formele, officiële benaming willen bekomen, die zullen zich kandidaat moeten stellen in deze fase om daar ook voor in aanmerking te komen. En ik denk dat die wat dat betreft een hele goede voorbereiding al hebben voor wat zij kunnen indienen met hun kandidatuur tijdens deze oproep. Dankjewel, Els. Misschien even aanvullen, Jules. Ja. Ik zag ook een vraag in verband met Nationaal Park Hoge Kempen. Dus dat sluit daar vrij goed bij aan. Dus misschien ook daar even op ingaan. Zoals Els heeft aangegeven, maar ook Jelle in zijn inleiding de speech had meegegeven, is Nationaal Park Hoge Kempen als parel een officieus nationaal park. Hè. Dus er is op dit moment geen kader in Vlaanderen voor nationaal parken, nog landschapsparken. Dat komt er wel aan. En de oproep is daar een eerste aanzet toe. Dus ook voor het Nationaal Park Hoge Kempen wordt verwacht dat zij een conceptnota indienen. Uiteraard gaan we ervan uit dat dat nationaal park effectief wordt, dus dat het een officieel nationaal park wordt. Dus zijn er nog, er was sprake van, en dat is misschien wat verwarrend, 3 bijkomende, dus dat wil zeggen het Nationaal Park Hoge Kempen plus 3 nieuwe nationale parken. En van het Nationaal Park Hoge Kempen verwachten we dan dat ze in die conceptnota aangeven op welke manier ze zich zullen aligneren op de nieuwe criteria. Oké, bedankt voor die aanvulling, Dries. Dat verduidelijkt het inderdaad een beetje. Een heel praktische vraag misschien. Bezoekt de jury ook de kandidaten tijdens de selectiefase? Misschien kan ik daarop antwoorden. Dat is een leuk idee. Was niet voorzien, of is niet voorzien. Maar op zich prima idee. Wat in ieder geval wel voorzien is, is dat er dat de gebiedscoalitie of de vertegenwoordiger van de gebiedscoalitie een toelichting geeft aan de jury. En dan moeten we bekijken in hoeverre dat we daar iets mee aan kunnen. Het zal wat afhangen ook van de agendas van de juryleden, want de personen die we in de jury vragen zijn allemaal druk bevraagde mensen en dergelijk terreinbezoek is toch wel iets tijdsintensief, maar het valt te overwegen. Oké, dankjewel Dries. Eerder in de presentatie zagen we een tabelletje met enkele getallen in. Er komt een vraag over waarom of beide labels gelijkwaardig worden beschouwd en waarom er dan een verschil in die VTE's werd opgenomen. Ik pak dan wel even deze vraag of het antwoord ervoor. Dat kan inderdaad door de financiering de indruk wekken dat ze niet gelijkwaardig zijn, maar dat
is niet zo. Er wordt, en dat heb ik daar straks ook al toegelicht, er wordt van uitgegaan dat in de nationale parken, dat daar meer zeg maar, gebieden van de Vlaamse overheid en al aanwezig zijn en al met name natuurgebied. Wat dat betreft dat daar een directe, al grotere verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid is. Bij de landschapsparken, daar gaat men vanuit dat er eigenlijk meer eigenaars aanwezig zijn en dat daar ook meer overheidsniveaus en verschillende invalshoeken bij betrokken zijn. Op dit moment, en u hebt dat ook gezien in wie in het Vlaams Parkenbureau zit, zijn dat eigenlijk de beleidsdomeinen of de beleidsvelden die bij omgeving betrokken zijn, plus toerisme. Er is ook denk ik een vraag, en daar kan ik al een stuk op anticiperen. Er zijn ook op dit moment gesprekken met landbouw en visserij. Ook het ILVO is betrokken in de besprekingen en bij de voorbereiding van de landschapsparken. Dus het is niet zo dat, dus dat ze niet betrokken zijn. Tegelijkertijd houden we hiermee ook de opening dat ook vanuit andere instanties, ofwel nog op het Vlaamse niveau, vanuit partijen die nu niet genoemd zijn, of bijvoorbeeld landbouw en visserij, maar tegelijkertijd ook van andere bestuursniveaus, dat men zegt, ja, dit landschapspark kan eigenlijk toch wel eigenlijk mee instaan voor het realiseren van een aantal van onze doelen. En wij zijn ook bereid om daar eigenlijk projectfinanciering tegenover te zetten. En daar kunnen dus dan ook eigenlijk de betoelaging of de ondersteuning van personeelsleden ook in vervat zitten. Niet belet ook, en dat bewijzen denk ik op dit moment al heel wat organisaties op het terrein zelf ook, dat er ook nog projecten, bijvoorbeeld Europese projecten, worden ingediend waar ook dan bijkomende medewerkers kunnen ingeschakeld worden. Dus het is eigenlijk een politieke overweging geweest. Ze zijn gelijkwaardig, maar er zijn voor de landschapsparken wellicht meer mogelijkheden om ook op een andere manier nog bijkomende cofinanciering te vinden en op die manier ook hun ambities te gaan realiseren. Op die moment ook daar eigenlijk personeelsleden eigenlijk voor in te zetten en financiering daarvoor te vinden. Oké, bedankt als om ineens twee vragen mee te nemen. Een volgende vraag die ik heb zien binnenkomen is in verband met de benodigde oppervlakte om aan een landschapspark of nationaal park te komen. Tellen de waterlopen en de meren mee in het bepalen van de oppervlakte, om die oppervlakte te halen? Ja, misschien zal ik daarop antwoorden. Ik denk dat dat eigenlijk al beantwoord was, of heb ik het fout gezien? Het telt effectief mee. Hè. Dus je moet eigenlijk kijken naar de bestemming. En heel wat waterlopen hebben een eigen bestemming. En dat bestemmingsvoorschrift kan ook meetellen, effectief. Voor meren is dat te bekijken, maar het is eigenlijk de bestemming die telt. En of de bescherming als speciale beschermingszone. En dus gesteld dat er een landbouwenclave, want ik dacht dat er ook zo'n dergelijke vraag was, een landbouwenclave in een SBZ ligt, dan kan je die nu al meerekenen als natuurkern. Oké, dankjewel. Tijdens de presentatie spraken we over een hoge mate voor verwevenheid. Kunnen we dat eenduidig benoemen? Als op Dries. Dat gaat over de landschapsparken en dat is een van de criteria, is multifunctionaliteit. Zoals daar straks beschreven, dus in landschapskwaliteit, dat zijn vier subcriteria, waaraan eentje daarvan multifunctionaliteit is. Dat zal je ook zien in het oproepreglement. Er wordt verwacht dat je duidt wat er eigenlijk in het gebied voor dat specifiek subcriteria aanwezig is, dat je dat beschrijft, dat je de kwaliteit daarvan aangeeft, maar ook dat je duidt dat er voldoende van dat aspect eigenlijk in uw gebied aanwezig is. De multifunctionaliteit verwijst naar een specifieke kaart en die link zit ook in het oproepreglement. En als u die kaart opent, zal u zien dat die kaart gaat over verwevenheid tussen landbouw en natuur. En daar zijn vier categorieën aanwezig in die legende van die kaart. En wat we eigenlijk daarbij vragen, is dat je aantoont dat uw gebied
eigenlijk de categorieën waar het gaat over verwevenheid tussen landbouw en natuur, dat uw gebied eigenlijk grotendeels bestaat uit gebieden die in die zeg maar twee middelste categorieën kan gesitueerd worden. Dat het niet gaat over monofunctionele landbouw of monofunctionele natuur, maar dat het gaat over een groot aandeel binnen uw gebied over verwevenheid tussen landbouw en natuur als een vorm van verwevenheid van multifunctionaliteit, maar uiteraard in uw beschrijving kan je ook nog verder gaan in verwevenheid met andere sectoren, maar daar hebben we ook geen kaarten, geen referentiekaarten voor meegegeven, maar mis niet de kans om ook die verwevenheid en dat aspect van de multifunctionaliteit ook mee te pakken in de beschrijving in uw kandidatuur. Oké, en dan een juridische vraag. De coalities die een aanvraag indienen, hoe moeten die juridisch verankerd zijn? Ja, ik wil gerust een poging doen, maar ik ben geen jurist en ik begrijp ook niet helemaal wat er precies wordt bedoeld met juridische verankering. Misschien is het goed om eens te kijken naar de partners of de kernpartners waarvan we verwachten dat ze zich op een of andere manier engageren en wat dat engagement dan precies inhoudt. De idee is dat kernpartners zijn de provincies, gemeenten, beheerders, eigenaars vanaf een bepaalde aantal hectare, de grens is op 200 gelegd, dat die instanties zich engageren en het engagement heeft te maken met het instappen in dat begeleidingstraject. Dus er is eigenlijk geen hard financieel engagement, of dat wordt niet gevraagd in de fase van de conceptnota, want dat kan je ook niet geven, want je weet eigenlijk niet wat het financiële implicatie is en voor zover en in hoeverre dat, de procedure ook succesvol wordt afgerond. Dus dat vragen we niet. We vragen wel een engagement om in te stappen in dat begeleidingstraject en een principiële goedkeuring om financieel te participeren. Voorwaardelijk, dus op voorwaarde van erkenning. En daarnaast is het ook een engagement om een bepaalde instantie aan te duiden als coördinerende trekker of spokesman of voor de gebiedscoalitie. Ja, dat verduidelijkt het inderdaad misschien al wel wat. Ik kan misschien nog aanvullen, Jules, ja? Is dat er bij de huidige oproep en de kandidaten die daarop indienen, dat er geen specifieke verwachten zijn naar juridisch statuut. En dat dus er vooral eigenlijk gekeken wordt van wie engageert zich, waarbij we vragen dat er één coördinerende partner is, zodat we een duidelijk aanspreekpunt hebben voor zeg maar het gesprek met de coalitie op te starten. Op het moment dat de coalitie geselecteerd is, in de planfase zit, dan tegen dat er een erkenning gaat komen of de toekenning van een label, dan is er wel de mogelijkheid dat we eigenlijk gaan bepalen dat er een apart juridisch statuut verwacht wordt, maar daar zijn op dit moment nog geen definitieve beslissingen rond genomen. Ik denk dat we die tijd ook nog hebben, maar dus om nog duidelijk te zijn, op dit moment wordt er geen apart juridisch statuut verwacht van de coalitie die zich indient, wel dat er een duidelijk aanspreekpunt is. Dat is in elk geval een heel duidelijk antwoord ook. Een geografische vraag. Kunnen kandidaatgebieden voor nationale parken of landschapparken elkaar ook overlappen in grondgebied? Ja. Oké. Zal ik antwoord geven? Ja, dank u. Nee, is niet mogelijk. De idee is dat je voorafgaandelijk met de gebiedscoalitie een afweging maakt van de voor- en nadelen van elk van de statuten en dat die niet worden gecombineerd. Dus dat is de idee. Op het moment dat de conceptnota wordt ingediend en de jury de nota of de kandidatuur beoordeelt, kan het wel zijn dat de jury vraagt om de nota te heroriënteren of het voorstel te heroriënteren in de richting van het andere statuut. Gezien bijvoorbeeld een nabijgelegen initiatief van een landschapspark of nationaal park of eventueel een combinatie te gaan maken. Dus dat is wel mogelijk. We voorzien een mogelijkheid tot
tot heroriëntering. Vandaar ook die mogelijkheid om eens terug te komen naar de jury. Dus die jurering van de conceptnota's in twee stappen te doen. Maar combinatie is niet mogelijk, is niet voorzien. Ook een klaar en duidelijk antwoord. We hebben in het begin van de presentatie gehoord dat er slechts een bepaald aantal erkenningen vooropgesteld worden. Is er ook bijvoorbeeld een timing voorzien om de jaren erop daar nog verandering in te brengen? Of zijn we zover nog niet? Zover zijn we inderdaad nog niet. Hè. Dus het is heel duidelijk wat de ambitie is van deze regering, dat er de oprichting gebeurt van nationale parken en landschapsparken. En we denken, laten we zeggen, de ambitie is om die eerste die er nu met deze oproep gezocht worden, dat die hun erkenning, hun label hebben toegekend tegen dat de legislatuur voorbij is. Het is niet uitgesloten, maar we zeggen ook niet op voorhand dat het al mogelijk zal zijn. Op dit moment zouden we aanraden iedereen die denkt dat die voor het gebied of voor een dergelijke erkenning in aanmerking komt, mis deze kans niet. We weten nog niet wat de toekomst brengt. We weten ook niet wat de volgende regering als ambities daarvoor heeft. Dus wat dat betreft kunnen we op de vraag niet sluitend antwoorden. Oké. Dan misschien een vraag aan Dries, vermoed ik. Kan het agentschap Natuur en Bos zelf de rol van indiener opnemen? Ja, goede vraag. Dat zou theoretisch kunnen, maar gezien onze betrokkenheid ook in het organiseren van de call, is dat eigenlijk eerder een uitzondering in die zin dat het agentschap lokaal heel erg betrokken kan zijn omwille van de historiek van een bepaalde gebiedswerking of de eigendomspositie die er is met de natuurgebieden en bosgebieden dat het agentschap beheert. Dus die dubbele rol is er wel degelijk, maar de regel is dat wij niet indienen tenzij vanuit de gebiedscoalitie de expliciete vraag wordt gesteld om dat wel te doen, om een bepaalde reden. Als gevolg daarvan kan AMB of de gebiedscoalitie geen subsidie krijgen voor het begeleidingstraject. Dus wij kunnen onszelf niet gaan subsidiëren, maar dat is eerder een administratief-technisch gevolg. Wat betreft de jury, want daar zijn dan misschien ook vragen rond. Mensen vragen zich misschien af hoe zit dat dan met de rol van agentschap in de jury. Gebieden waar het agentschap actief deel uitmaakt van de gebiedscoalitie of kandidaturen, beter, dan zal het agentschap zich bij de beslissing van die jury afzijdig houden. Oké, dankjewel. Een bezorgdheid misschien, wat is de rol van landbouwers in de parken? Moeten zij voor een stuk plaats ruimen voor natuur? Ja, misschien kan ik daar ook op antwoorden of toch starten met een antwoord. Ik denk dat het heel belangrijk is om te benadrukken dat de Vlaamse parken als beleid beogen om een geïntegreerde visie te realiseren en dat versneld en gefocust te doen op basis van bestaande beleidsdoelstelling, dus in een bepaald gebied, en dat die beleidsdoelstelling gerealiseerd worden met bestaand instrumentarium. Dus de statuten, Vlaams Park, Nationaal Park, Landschapspark, voegen eigenlijk geen nieuw instrumentarium toe. En in die zin is het ook zo dat voor landbouwers, maar evengoed voor andere gebruikers, de bestaande harde juridische randvoorwaarden gelden voor hun activiteiten en voor vergunningverlening. Dus het is heel belangrijk om te benadrukken dat het statuut as such daar eigenlijk geen bijkomende beperkingen aan toevoegt. Natuurlijk is het zo, daar moeten we niet flauw over doen, dat we zaken willen realiseren. Het is de ambitie om masterplannen in praktijk te gaan brengen. En dat die indirect gevolg kan hebben door het realiseren van die visie. Maar andermaal, het realiseren van die visie zal gaan via de bestaande geëigende procedures en instrumenten die voorhanden zijn. Oké, dankjewel. Ik krijg hier ook nog aanvullen voor landschapsparken?
Ik denk dat het heel duidelijk is dat landbouw een prominente rol ook heeft of prominent aanwezig zal zijn in de landschapsparken. En wij zien ook duidelijk mogelijkheden en samenwerking met landbouwers in het gebied. Er zullen wat dat betreft, het is dat helemaal in het begin ook gezegd, het is de bedoeling dat de gebiedscoalitie eigenlijk gaat overtuigen en geen bijkomende restricties of beperkingen oplegt, maar dat we gaan overtuigen. Dus er zal verwacht worden dat er gekeken wordt welke gebruikers, bewoners, ondernemers zijn er in ons gebied aanwezig en hoe kunnen we daarmee samenwerken en hoe kunnen we daar rond samenwerken om onze ambities te gaan realiseren of zelfs nog vooraf, wat zijn onze gezamenlijke ambities? Dus wat dat betreft is er een duidelijke vraag dat de coalities ook zich richten naar de verschillende partijen die aanwezig zijn en in landschapsparken zal het zeker ook landbouw zijn. Uiteraard mag een kandidatuur ons verbazen doordat het een landschapspark zonder landbouw is, maar dat is dan een plekje in Vlaanderen dat we nog niet ontdekt hebben. Dus wij denken zeker dat de landbouw aanwezig is. We verwachten ook dat daarmee samengewerkt wordt, zoals wij ook op het Vlaams niveau praten met landbouw en visserij, van hoe dat we daar rond kunnen samenwerken. We verwachten ook dat de lokale coalities daar zeker op inzetten. Oké, dankjewel Els. Men vraagt ons hier nog of het mogelijk is om op een hoger niveau mee te werken aan de nationale parken. Dus niet aan één specifiek nationaal park of landschapspark, maar op meerdere parken. Kan dat door een specifieke partner gebeuren? Ik vind de vraag daar wat vaag. Die persoon mag zeker zeggen wat hij dan juist bedoelt. Als die een unieke expertise heeft die zou willen delen met alle parken tijdens het begeleidingstraject, zou een optie zijn, maar nu ben ik luid op aan het denken. Als dat een expertise is die voor alle kandidaturen kan ingezet worden, is dat een mogelijkheid? Maar de vraag is wat dat betreft nu nogal vaag om daar concreet op te kunnen antwoorden, lijkt me. Oké, dan kunnen we daar later misschien nog wel verder op ingaan tijdens in de vraag en antwoorden files. Ik zie hier nog een vraag rond toerisme. Hoe past de uitbouw en ondersteuning van toeristische recreatie binnen dit nieuwe kader? Misschien kunnen we daar andere Els ook eens voor aan het woord laten. Ja, daar wil ik wel op antwoorden. Het is zo dat we voor alle projecten of initiatieven waarmee we aan de slag gaan bij Toerisme Vlaanderen of die we ondersteunen, dat we daar ook zullen zoeken naar kruisbestuivingen tussen het thema natuur en andere thema's. Dus erfgoed of fietsen of eten en drinken kunnen een belangrijke insteek zijn. Dat kan gaan over een manier van ontsluiten van het park, met fiets- en wandelroutes bijvoorbeeld, maar dat kan ook gaan over de identiteit van een park, dat het erfgoed, dat zit in de criteria trouwens, mee bepalend is voor de identiteit van het gebied. Of dat er gekeken wordt naar een bepaalde erfgoedsite om die verder uit te bouwen als onthaalpoort. Dus daar zitten zeker linken tussen al die mogelijke thema's. Oké, dankjewel Els. En dan zie ik nog een laatste vraag. We krijgen hier het voorbeeld aangereikt van een gebied waar 10 gemeenten op liggen, logischerwijze, maar slechts 8 willen deelnemen aan het landschapspark of nationaal park. Heeft dit een impact op de slaagkansen voor een dergelijke coalitie? Ja, zal ik misschien antwoorden? Ja, lijkt mij wel. Je kan u de vraag stellen in hoeverre dat een kandidaat nationaal park of landschapspark geloofwaardig is als er geen draagvlak is van het lokale bestuur. Dus dat lijkt mij toch een belangrijk element te zijn. Oké, dat lijkt me ook een evident antwoord. Ik denk dat ik door het gros van de vragen ben geweest. Sommige overlapten elkaar wel voor een deel. Er zijn misschien nog een aantal vragen die niet in detail zijn beantwoord, maar daar gaan we later dan op terugkomen. We zitten een heel stuk voor op het tijdschema, maar ik vermoed gezien onze drukke agenda's dat helemaal geen erg is. Bart, kan je misschien nog even naar de volgende slide gaan dan? Hoe gaat
Je mag er nog één verder, Bert. Ja. Hoe gaat dit nu verder? Wel, wij nemen even de tijd om al die vragen ook te verwerken. Wij vullen dat aan in het bestaande vraag-en-antwoordformulier dat we al hebben staan op de verschillende websites. Je kan dat dus allemaal nog rustig eens nalezen op de website die hier nog wordt getoond. Daar is ook nog eens, zijn ook nog eens alle mogelijke reglementen en inschrijvingsformulieren te vinden. Als ook de opname van dit webinar achteraf. Dus in principe zou je daar bijna alles moeten vinden om op je vragen te kunnen antwoorden. Heb je toch nog een specifieke vraag? Aarzel dan zeker niet om een mailtje te sturen naar nationaleparken@vlaanderen.be of landschapsparken@vlm.be. Dan rest me eigenlijk enkel nog om dit webinar af te ronden. En dat wil ik graag doen door iedereen die de voorbije periode enorm hard heeft gewerkt aan deze oproep nog eens van harte te bedanken. Het is een intensief traject geweest, maar we zijn van start gegaan. En tot slot wil ik nog alle mogelijke kandidaat landschapsparken of nationale parken veel succes toewensen met hun aanvraag en komen wij later ongetwijfeld nog bij jullie terug. Dus wat dit betreft, iedereen bedankt om dit mogelijk te maken en een prettige middag nog. Wij gaan zo dadelijk uit de ether.